Met zorg worden de bloemen voor de paus gekweekt. Sommige worden in knop gehouden en andere moeten al in bloei zijn. Elk jaar worden er andere bloemen gekozen voor de paus. Avalans. We hebben nu voor waar de paus de zegen over de stad en over de wereld uitroept, hebben we een hele mooie witte dendrobium. Dat is een soort orchidee. En nou, de paus die loopt altijd in zijn witte gewaad. Dus wij vonden het wel gepast om ook het in het wit te houden. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Voordat de bloemen vertrekken naar Rome, wordt de zegen uitgesproken. Mogen ze veilig in Rome arriveren en mogen de bloemen de vreugde van Pasen doorgeven aan de mensen. De voorbereiding van pastoor Franke verliep niet vlekkeloos. De emmer viel om in de auto, maar ja, dat, als je een bocht neemt en niemand houdt die emmer vast, gaat die om. Ja. Denkt dat ongeluk, denkt u? Nee, dan is mijn auto ook extra gezegend. Ja. Al 29 jaar verzorgt Charles van der Voort de bloemen voor de paus. En hij vindt het zonde wanneer Nederland de klus kwijtraakt. 10 jaar geleden zijn ze gaan lobbyen om de productschappen op te heffen. Omdat ze vonden dat als je reclame maakt voor je product, dat je dat zelf moest doen. En dat is heel jammer, want waar de productschappen 30, 35 jaar de stinkende best hebben gedaan om Nederland als bloemenland op de wereldkaart te zetten. Ja, dat wordt eigenlijk, vind ik, een beetje snel afgebroken. Eind april is er een overleg met het productschap tuinbouw. En dan moet duidelijk worden wie de bloemen volgend jaar aan de paus levert.